Harry Saxioni, die komt naar het Muziekgebouw voor een optreden. En dan kun je naar Smoky Strings, want dat is de klinkende avondconcert. Nou ja, als ik je nog uit moet leggen wie Saxioni is, dan heb je volgens mij een paar decennia gemist van de beste akoestische gitarist van de Lage Landen. En dan heb je nog heel wat in te halen. En ik heb nu aan de telefoon Harry, welkom in het programma. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Zeg, jij in mijn inleiding al het woord decennia, maar kun jij je eerste gitaar nog herinneren? Ja, daar kijk ik nu tegenaan. Echt waar? Die staat, ja, ik zweer het. Ik zit nu in mijn studio en die heb ik altijd bewaard, die gitaar. Dat is een oude Spaanse gitaar, zeg maar. En ja, daar is het allemaal op begonnen. Ja, ik zweer het je dat ik daar dus aan zat te denken. Zo'n Spaanse akoestische gitaar. Want ik ben ongeveer van jouw generatie en ik had ook zo'n gitaar. Alleen ja, geen talent, hè. Dat is dan het verschil. Ja, er zijn verschillen, hè. Maar je had weer andere talenten. Ja, dat zeker. Gelukkig, hoop ik tenminste. Maar door de jaren heen heb je natuurlijk een flink aantal van die gitaren verzameld en zo. En hoe gaat dat dan als jij een nummer componeert? Kies je dan een gitaar uit of heb je meteen dat je zegt van nou, ik heb een bepaalde stemming, daar hoort die gitaar? Nou, dat is heel verschillend. Maar het gekke is, ik hoef geen gitaar of instrument in de buurt te hebben om toch te kunnen componeren. Ja. Dus dat sowieso al. En het is wel zo dat als je een bepaald karakter van een nummer schrijft of bedenkt, dan ga ik automatisch wel naar een gitaar die ik daar het meest geschikt voor vind. Bijvoorbeeld, als het heel extreem is, bijvoorbeeld ik speel ook in dit programma ook 12-snaar gitaar. Nou, als ik daar in mijn hoofd iets voor bedenk, ja, dan is het logisch dat ik ook, of niet het idee, als ik een bepaald karakter bedenk, dan kan het soms logisch zijn dat ik dan 12-snaar pak en denk, ja, dit past er volledig bij. Dus het is echt van wat je maakt. Die kleur, zeg maar. En ik ken natuurlijk al mijn gitaren heel goed, alle gitaren die ik heb. Dus dan weet ik ook meteen welk karakter daarbij hoort. Ja, die klank heb je gewoon in je hoofd zitten dus. Ja, precies. Ja, ja. Dus moeten, moeten wij jou niet ons voorstellen dat jij iemand bent, een gitarist, die de hele dag zit te pielen op een gitaar? Ik kan me voorstellen, gewoon waarvan een familie of gezin zegt van nou, leg hem nou eens even weg. Dat zou kunnen. Ja, nee, nou, ik leef gelukkig samen met mijn kinderen en mijn vrouw die dat nog nooit gezegd hebben. Leg hem eens neer. Maar het is wel zo dat ik heel erg veel. Laat ik zeggen, ik ben altijd verliefd op gitaar. Dus het punt is, er staan er hier zoveel. En ik heb altijd de neiging dat als ik langs gitaar loop, dat ik hem dan, of haar, moet ik dan eigenlijk zeggen, dat ik haar dan ook vastpak en meteen wil bespelen. Ja, ja. Het is een beetje vreemd nu, maar. Nou, maar zoals je het zegt, dan denk ik, dan moet je wel een geweldig leven hebben, toch? Als je echt die passie en die liefde voor dat instrument hebt. En je kunt daar gewoon je leven mee vullen dan, hè? Ja, ik heb absoluut een grandioos leven. Maar dat realiseer ik me ook elke dag, hoor. Ik, laat ik zeggen, sowieso iedereen zal dat beamen die van zijn passie zijn beroep kan maken. Dat is gewoon wonderbaarlijk mooi. En ik leef altijd in een soort geluksroes. Niet dat je dat altijd bewust van bent, maar het is wel. Nou, laat ik zeggen, ik sta toch wel bijna elke dag op met dat ik ongelooflijk me realiseer dat het grandioos is wat ik weer kan doen in zo'n dag, weet je. Ja. En ik ben ook scheppend, dus ik componeer veel. Dus dat is ook alweer zo'n. Ja, dat is eigenlijk een heel rijk iets dat je dat kunt doen. Heb je dan, als je wil muziek wil schrijven, heb jij dan zeg maar gewoon werktijden daarvoor? Of zeg je van nee, dat komt gewoon op en dan ga ik er ook voor zitten meteen? Want daar hoor ik hele grote verschillen tussen mensen. Ja, nou ja, ik kan je wel een voorbeeld geven. Ik ben, dat vertel ik trouwens ook in mijn nieuwe programma. Ik speel daar ook twee dingen uit, maar ik ben al 2 jaar bezig met een heel groot project, dat heet Timeline. En dat is een 2 uur durend iets, hoort dat. Maar daar ben ik eigenlijk elke dag voor aan het schrijven en bedenken. En nu ben ik al in het stadium dat ik bijna alle nummers al heb. Maar ik schrijf ook teksten, want er wordt ook in gezongen. En ja, het is heel groot, hoor. Dus daar ben ik. En dat kan werkelijk elk. Daar zit ik bijvoorbeeld te eten, ik noem maar wat, even tussen de middag.
En dan bedenk ik. En dan loop ik weer naar de studio. En dan ga ik weer, en dan ga ik weer door. Dus het is zelfs zo. Als ik, zoals gisteravond heb ik opgetreden in Haastrecht. Ik kom thuis. En ik had een mooi idee ondertussen in de auto. Ja. Nou, en dan ga ik toch nog 's nachts door om dat idee uit te werken. Dat is geweldig, toch? Ben je nooit bang geweest van, goh, als die bron is opdroogd? Ja, nou, het is ook leuk dat je dit zegt. Want ik, toevallig heb ik het in dit programma over dat veel mensen vragen mij, hoe componeer je nou? En daar denk ik dus nooit over na. Mm-hmm. Want ik ben juist bang dat als je erover nadenkt hoe dat werkt, mm-hmm. Dat het dan dus zou kunnen stoppen. Maar ik heb inderdaad nog nooit een hoe heet zoiets ook weer, als je bron leeg is. Ja, geen writersblok, maar een componeerblok. Nee, een componeerblok heb ik nog nooit gehad. En, mm-hmm. Maar dat kom ik zelf heb ik wel een idee daarover. Hoe dat, ik leef heel erg intens. Mijn leven is een en al. En ik leef ook heel erg dicht op mijn gevoel. Mm-hmm. En ik denk dat die twee dingen, een soort de basis zijn voor het feit dat ik heb altijd ideeën daardoor om over te schrijven of iets te componeren. Dus ja, dat. Ik denk dat samengaat met elkaar. Mm-hmm. Nou noemde je net al teksten. Je schrijft ook veel teksten. Nu toevallig voor de. Ja, ik heb in het verleden ook wel veel teksten geschreven. Jazeker. Mm-hmm. Maar omdat ik zelf niet zing, is dat natuurlijk niet voor mij. Nee. Maar voor anderen heb ik ook wel teksten geschreven. Ja. Mm-hmm. En nu voor dit project, het Timeline project, daar komen ongeveer 6 nummers in voor die gezongen worden. Die worden dan door iemand anders gezongen natuurlijk. Mm-hmm. En die teksten schrijf ik ook allemaal. Ja. Mm-hmm. Maar muziek gaat denk ik volgens mij harder naar binnen dan tekst. Of denk je niet? Hoe bedoel je? Bij anderen of bij... Nou, bij jezelf, ja. Ja, dat is wel zo. Ik ben wel iemand die... Laat ik zeggen, als ik al een situatie denk... Oh, daar wil ik over schrijven. Dan is het 9 van de 10 keer toch wel dat ik daar... Aan iets instrumentaal denk. Dat ik echt muziek wil maken. Ja. En eigenlijk maar 1%, 1/10 daarvan, dat ik denk, oh, dan moet ik eens een keer een tekst overvoeren. Ja, zie je, dat is toch een verschil dan. Ja, en als je nou, zoals jij op zo'n niveau speelt, hè, wie bewonder je dan eigenlijk nog als gitarist? Oh, heel veel. Er zijn ontzettend. Ja, alleen gek genoeg, ze zitten bijna niet allemaal in de mensen die ik te geven. Ook dat doe ik nog in dit programma. J.J. Cale bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die vinden veel mensen. Dat is natuurlijk een zanger. Was een zanger. Die is natuurlijk overleden. Maar, mm-hmm. Maar de manier waarop hij gitaar speelt. Dat vond ik grandioos. Maar het gekke is. Dat is een totaal andere manier van spelen. Ik speel echt fingerstyle. Ja. En binnen fingerstyle zijn er ook... talloze gitaristen die echt grandioos zijn. Mm-hmm. Maar misschien zit dat te dichtbij om daar echt mee bezig te zijn. Ik laat me altijd meer raken door mensen die juist niet in mijn straatje zitten, zeg maar. Om het maar even zo te noemen. En van Eric Clapton. Allemaal. Het zijn misschien wel de geëikte mensen. Maar mm-hmm. ik laat zeggen, ik ben wel altijd weg van gitaristen die met 3 noten van alles kunnen zeggen, om maar iets te noemen. Weet je, ik hoef niet 1000 noten in een seconde te horen. Dat heeft mij nooit zo geraakt. Mm-hmm. Nee, dus maar ja, ik zat ook te denken, met wie kun jij dan nog je inzichten uitwisselen? Die in hetzelfde gebied opereren. Nooit, nee, doe je dat niet? Ja, dat doe ik. Nee, ik, dat is gek. Maar ik ben wel een... Ik ben heel sociaal, maar ik ben... Oh, tevens een loner, zeg maar. Mm-hmm. Ik ben ook wel iemand die heel graag de dingen zelf uitvogelt en uitdoktert, zeg. En, mm-hmm. en ik ben bijna nooit... ik heb eigenlijk nooit dat ik met anderen iets uitwissel of zo. Dat, behalve als je natuurlijk samen speelt op het podium. Dan gebeurt het. Dan is er een directe uitwisseling. Omdat je allemaal instrumenten bespeelt. En dan, dat is een grandioze wisselwerking. Maar om over te praten of zo, dat heb ik nooit gehad. Mm-hmm. En als andere mensen iets spelen wat jij gecomponeerd hebt, kan je daar tegen? Ja. Ja, dat gebeurt idioot veel. Ja, maar kun je er tegen? Want zijn toch een soort kindjes dan?
God, soms hoor ik wel eens dat denk ik, goh, wat zonde dat hij dat gedaan heeft, of zij. Mm-hmm. En de andere keer denk ik, goh, dat is grandioos gedaan. Zo had ik het zelf nog niet eens bedacht of zo. Dus mm-hmm. dat kan allemaal. Maar ik luister het wel altijd allemaal wel als anderen iets van mij spelen. Uh-huh. Meestal op YouTube of weet ik veel waar, dat soort media. Ja, ja. Maar het is wat het is vaak. Hè. Ergens is het natuurlijk ook leuk als er zoveel veel van je gespeeld wordt. En daar heb je dan af en toe vind je dat een plus en af en toe vind je dat een min. Dan hebben we dus vrijdag 8 februari zijn Smoky Strings dus. En wat betekent dat? Dat je met elektrische gitaren de boel gaat opblazen of wat is het plan? Nee, het klinkt heel voortvarend. Wel meer elektrische gitaar dan normaal, maar dat wel. Maar het is, Smoky Strings slaat eigenlijk op het feit dat ik fingerstyle blues-achtige nummers ook speel. Maar ook boogie, weet je, heel veel up-tempo nummers. Uh-huh. Maar ook, laat ik zeggen, wat ik ook wel vaak zeg. Het zijn nummers waar je met een beetje verbeelding kun je daar de rook van zien afkomen. Yeah. En ja, dat kan, dat kan van alles zijn, maar... dat moet je maar zien. Maar ik moet wel zeggen, het zijn wel de laatste kaarten voor Eindhoven, hoor. Dus ja. Dat zal dan nu ook nog sneller gaan dan. Ik bedank je, Harry. En fijn optreden dan in Eindhoven in het muziekgebouw. Zeker. Nog een keer 8 februari. En, aanstaande vrijdag. Oké, Smoky Strings, dankjewel. Hey, bedankt dan.